Hoe fit geworden? Groen. Ja. En ik vind het ook gewoon hartstikke mooi van ook wat je hebt gedaan met de aanbouwen aan beide kanten. Dus dat eigenlijk een klein balkon gewoon veel ruimer kan worden dan dat je eigenlijk denkt van tevoren. Ja. In 12 Stekjes Groen help ik mensen die van hun bescheiden buitenruimte een groene oase willen maken. Ze weten niet waar ze moeten beginnen. Dus samen met de bewoners ga ik aan de slag om hun stekkie duurzamer, groener en comfortabeler te maken. Ik ben vandaag in Tilburg bij Brian. En Brian heeft een saai klein balkonnetje waar hij in het weekend graag zit met zijn vriendin. Hij heeft wel al wat geprobeerd om het groener en gezellig te maken, maar dat is nog niet echt gelukt. Ik ga Brian vandaag laten zien hoe je toch van een saai klein balkonnetje een groene oase kan maken. Hey Martin, wat leuk dat je er bent. Hey. Kom binnen. Dank je. Nou, ik ben benieuwd naar je balkon. Ja, leuk. Hier is het. Zo. Mooi zonnig balkonnetje. Wel klein. Wel klein, maar klein maar fijn, zullen we maar zeggen. Nou, zeker. Inderdaad. Ja, want je zit hier graag met je vriendin ook, hè? Ja, we zitten samen met mijn vriendin en we zitten gewoon lekker een beetje van ons uit te staren, een beetje van de rust te genieten. Hey, en je had wel al wat gedaan met plantjes, want ik zie daar een rekje hangen. Wat had je daarin? Wat muntplantjes en wat kruidenplantjes en kijk eens aan. Ja, dus ik heb deze munt voor je meegenomen, want ik hoorde dat je van koken houdt, toch? Ja, klopt. Ik hou wel een beetje van kokerel inderdaad. Ja, dus groenten, fruit, kruiden. Dat is wel wat je graag zou willen hier. Ja, precies. Want ik hou wel van een beetje van natuur en ik wil wat meer kleur in mijn leven brengen. Dus wat dat betreft mag het voor mij best wel veel groen inderdaad. Oké, okay. Nou, dat kan best. Nou, dan ga ik je aan het werk zetten. Dan gaan we aan de gang. Ja, dan gaan we aan de gang. En we moeten even alles leeghalen hier. Dus, Neem alvast wat mee. Ja. Nou, mooi leeg. Ja, dat hebben we goed gedaan alvast. Nou, je hebt natuurlijk een beperkte ruimte, hè, want je stond hier een hele grote bank. Ik wil heel graag iets van een rekje maken, zodat we planten omhoog kunnen laten groeien. Dus ik wil met klimplanten gaan doen. Dus je hebt natuurlijk de hoogte. Zeker. En je moet hier nog kunnen lopen. Dus om dan een plantenbak te vinden op maat, dat is best wel lastig. Dus we gaan er mooi één zelf maken. En die wil ik dan ook in dezelfde tint maken als waar die rekjes van gemaakt zijn. Dus we kunnen van alles langs een draad leiden, maar ook in rekjes die we gaan monteren leiden. Ik ben benieuwd. Ja? Ja. Oké. Okay. Ziet er al gelijk een heel stuk anders uit zo. Leuk hè? Ja. Nou, we gaan de plantenbakken maken. Twee plantenbakjes, een kleintje voor bij je bank en een wat langere voor achter de deur, zodat we daar iets meer in kunnen planten. Ik heb al bijna alles gezaagd, ik moet nog een paar planken zagen en dan kunnen we het in elkaar schroeven. Helemaal goed? Ja. Nou, de plankjes zijn gezaagd. We gaan gewoon laagjes maken zo. Het is wel hard hout, dus we moeten het even volboren en dan kan er een schroefje in. Nou, ik heb dit latje erin gemaakt. Dat doe ik aan allebei de kanten, want hier gaan we straks de bodem op leggen. En dit gaan we nog afzagen bij jou boven, want jij hebt ongelijke vloer. Kijk, en nu zie je die latjes daar onderin. Dus daar kunnen we mooi plankjes op gaan leggen. Dus leggen we iets los van elkaar, zodat het water er tussendoor kan. Dan is die helemaal af. Alleen dan moeten we de binnenkant nog beschermen. Dus dat gaan we met anti-worteldoek. En dat is water doorlaten, dus het water kan ook een beetje eruit als het overtollig water in zit. Nou, ik ben jou vandaag aan het helpen, maar ik hoorde dat jij ook mensen helpt, hè? Ja, dat klopt. Ik zet me heel erg in voor eenzaamheid onder jongeren. Jongeren die eigenlijk eenzaam zijn en ja, gewoon een maatje verzoeken. En dat is eigenlijk ontstaan vanuit eigen missie, omdat ik eigenlijk zelf altijd eenzaam ben geweest.
op een gegeven moment heb ik op sociale media, op Twitter, een oproep geplaatst dat ik me dagelijks alleen voelde. En daar kwamen gewoon heel veel reacties op. En hoeveel is veel? Nou ja, duizenden heb je het over. Jongeren die ook eenzaam zijn, die eigenlijk niet weten waar ze bij wie ze terecht moeten. Ik heb op een gegeven moment een maatjesproject opgezet, genaamd Brabant Maatjes. Ja. En daarmee organiseer ik eigenlijk wekelijks activiteiten om dat jongeren eigenlijk een maatje vinden. Ja, en zijn dat er veel? Nou ja, we hebben een groep met 1300 leden erin, dus het is wel flink uit de hand gelopen. Ja. En hoe gaat dat verder? Kan je dat allemaal echt aan dan? Nou ja, we zijn sinds een maand officieel een stichting. Okay. En we hebben ook een stichtingbestuur gevonden. Ik heb eigenlijk nieuwe vrienden gevonden waar we het eigenlijk ook mee samen doen. Niet meer tot 3 uur 's nachts gamen, maar gewoon echt bezig met een nut. Ja. En gewoon iets doen in het leven wat ik me echt zinvol is. Ja. Je voelt je ook nu een stuk beter? Ja, ik voel me een stuk beter, positiever, niet meer zo negatief als wat ik voorheen was. Maar gewoon, ik kijk echt naar dingen uit. Ja. Niet meer die vicieuze cirkel van het komt nooit meer goed. En ik ga toch geen vrienden vinden en ik ben toch eenzaam. Maar gewoon hoop. Ja. En is het alleen in Brabant? Nou ja, op dit moment hebben we wekelijkse activiteiten binnen heel Noord-Brabant. We hebben bijvoorbeeld een Bossenbol workshop, we gaan in Den Bosch met een bootje varen, we gaan naar gaming events toe. Maar we zijn langzaam wel aan het kijken omdat er wel steeds meer vraag is om ook buiten Brabant te gaan. Ja. Maar we zitten gewoon heel erg met het punt van ja, we zijn maar met een klein team. Ja. Dus de vraag is op dit moment groter dan het aanbod. Er zitten ook heel veel mensen zitten gewoon thuis alleen. Ja, en dan werd er gezegd in de coronatijd waren jongeren eenzaam, maar heel veel jongeren waren al eenzaam voor de coronatijd. En dat wordt heel erg over het hoofd gezien. Ja. Wat voor leeftijd zijn die jongeren? De jongeren zijn tussen 18 en 35, dus eigenlijk jongeren, jongvolwassenen eigenlijk. Oké, goed werk man. Ja, dankjewel. Na ons openhartige gesprek is het nu tijd om de eerste planten op te halen. Kijk eens aan, we hebben alvast wat kruiden in ieder geval hier. Ja, jij hebt allemaal verschillende kruiden. En ik heb een hele mooie zonaanbiddende Toscaanse jasmijn. Ja. En die wil ik hierin laten groeien en die kan dan eigenlijk zo alle kanten op. Okay. Ik heb nog meer klimmers. Ik heb een druif ook nog en een witte regen. En nou ja, nog een paar. Dus zullen we die gaan pakken? Ja, helemaal goed. Dan heb je 3 klimmers bij elkaar. Ja. Eentje willen we zo hier voor langs laten gaan, dat die gewoon zo hier uitgroeit. En die blauwe regen heeft al een mooie lengte, dus die kunnen we dan straks naar de draad leiden. Ja. En die kan dan zo deze kant op. Nou, de Clematis avalanche, die bloeit nu heel mooi. En die moet je eigenlijk niet te veel knippen. Die moet je gewoon een beetje lekker laten groeien. En in het voorjaar, als er wat dorre takjes in zitten, dan knip je die weg. Nou, je hebt een witte regen en een roze regen. En wat eigenlijk de bedoeling is dat je een paar hoofdtakken houdt. Dus 2 of 3 takken die naar elkaar toe groeien en daar snoei je altijd weer op terug. Maar zo'n hoofdtak moet je nooit wegsnoeien, want daar bloeit hij op. En dan is hij straks gewoon helemaal verbonden in ieder geval. Dus ik ga hem straks daar losmaken en dan gaan we ze aanbinden. Zo, ik was er niet eens zo opgekomen om het allemaal zo groot aan te pakken op een klein balkon. Nee, het hoeft ook niet meteen. Je kan ook kleiner beginnen, maar ik denk ik ga voor jou meteen het mooi in het groen zetten. Daarom hebben wij grote bakken, diepe bakken gemaakt, zodat je ook grote klimplanten kan gebruiken al meteen. En hoe kan ik er nou eigenlijk bijhouden met snoeien eigenlijk? Wat eigenlijk de bedoeling is dat je een paar hoofdtakken houdt. Dus 2 of 3 takken die naar elkaar toe groeien. En alle jonge scheuten waarvan je denkt dat is te veel, die knip je eraf. Nou, dan gaan we de kleinere dingen planten. Dan gaan we de kruiden planten. Ik heb tomaatjes mee, ik heb ook nog aardbeidjes. Ook nou lekker. Dus die kunnen we in bakjes, kunnen we die aan die rekjes gaan hangen. Los onderin, tot je het gaatje niet meer ziet. En dan moet je zorgen dat je iets lager kan planten dan een bakje is. Dat heb je nog een beetje ruimte om water te geven. Yes. Ik heb van die haakjes, die doen we hier achter eraan. Dan kunnen we ze gaan ophangen waar jij wil. Dus als jij denkt, ik wil het wat meer in de zon hangen of er zit een andere plant voor. Dan kun je deze bakjes gewoon verplaatsen. Fit geworden? Groen. Ja. En ik vind het ook gewoon hartstikke mooi van ook wat je hebt gedaan met de aanbouw en aan beide kanten. Dus dat eigenlijk een klein balkon gewoon veel ruimer kan worden dan dat je eigenlijk denkt van tevoren. Ja.
Voor het najaar is het eigenlijk alleen de druif snoeien. Voor de rest een beetje opruimen. En dan kun je het allemaal gewoon zo laten, want het zijn eigenlijk allemaal vaste planten. En klimplanten, dus die zijn gewoon wintervast. De munt die sterft wel af, maar die komt gewoon in het voorjaar weer terug. De salie sterft een beetje af, maar komt ook terug. Ja, rozemarijn, die is wintergroen, hè. Okay. En dat blad, dat dempt natuurlijk ook een beetje het geluid. En het wordt een stukje koeler. En dan in het voorjaar een beetje opschonen en een beetje aanvullen met aarde. Of het liefst met compost, want dan geef je meteen voeding. Mm-hmm. Ja. Nou, en dan voor de rest zou ik zeggen, geniet ervan. Ik ben er in ieder geval heel blij mee en ik hoop mijn vriendin ook. Dankjewel, Nicoval. Ja, graag gedaan. Zelfs een klein balkonnetje kan je omtoveren tot een groene oase. Goed voor de natuur en prettig voor Brian. De volgende keer ga ik aan de slag met een groene, onderhoudsarme achtertuin voor Annemarie.